Nou, jullie zien het, hoe ver het alweer is met dat piepschuim gebeuren. Ja. Oh, lieve, legt ze daar. Ja, maar we hebben nog een lievertje, hoor. We hebben nog een lievertje, hè, lieve? Daar! Hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds maandag, de 20ste van de 11e 2023. Hé, Elwin? Ja nou, ja. Zeg maar ja tegen het leven. Hé? Ja. Maar ja, waar, hoe krijg ik dat nou weer weg? Wat heb ik nou aan Black Friday? Jongens, hoe krijg ik dat weg? Is het niet? Nee, bedankt. Daar. Wegwezen. Ja, maar in ieder geval... Willy loopt nou net naar boven. We hebben eerst een bak koffie gedaan en eventjes met elkaar zitten te kletsen en te dollen en te doen. Nou ja, dollen. Daar ben ik niet voor in de stemming. Nee. Na hetgeen wat ik... heb gehoord, dat zit me niet lekker. Nee, ik heb verdriet, mogen jullie best wel weten. En dat verdriet, dat zal ook wel een tijdje blijven. Maar we moeten er toch weer even doorheen. En dat verdriet, ik wacht eerst op degene... als ik groen licht krijg, om het ook te melden. Dus... Maar dat wacht ik, dat kan ik zelf wel nagaan, want dan moet ik eventjes op zoek op internet. Of die zelf er al wat over heeft verteld en dan komt het wel goed en dan vertel ik het ook, ja. Maar in ieder geval, ik ga mijn meisjes uitlaten, we hebben een bak koffie achter de kiezen en ik doe nog een vest eroverheen, want dit is mijn te koud. Daar is 12, daar is het 12, wat is het op mijn telefoon, kijken of die het ververst. Even verversen, kijken wat die dan zegt. 11 graden, dus ja, daar gaat wel een visje overheen, ja. Het is wel knap weer, blauwe lucht, bewolking, maar geen regen van betekenis. Dus dat is weer een pluspunt voor ons, ja, ja. Dus ja, dat dus, en wat ik moet editen, want... anders komt er morgen niks. Ja, ik moet proberen weer omhoog te komen. Want straks om 14:30 komt die weer online. En dan staat er weer niks. Dus ja, ik moet. Dus ja, dat dus. En even dat daar neerleggen. Maar dat komt allemaal wel goed, lieve vrienden. Ik heb sowieso vannacht een hele slechte nacht gehad. Omdat ik maar lag te woelen en te draaien. Lag te piekeren vanwege dat ik verdriet heb. En het zal vaker voorkomen. Dus ja, gisteren heb ik ook niet gevlogd. Ook om diezelfde redenen. Ik was er niet toe in staat. Ja, echt. Het was... Ik zit met de piekeren en te doen aan diegene. Het is bizar allemaal. Maar ja, jullie kunnen er in ieder geval niks aan doen. Konden jullie er al wat aan doen, konden jullie helpen, dan had ik het jullie gelijk nu al verteld. Maar dat doe ik nog niet. Ik wil eerst eventjes afwachten hoe en de wat is. Maar ook dat komt allemaal wel goed. En ja, ik hoop dat het inderdaad goed gaat komen. Dat het verholpen kan worden. Maar ja, ik weet het niet. Het wordt denk ik een moeilijke tijd voor ons allemaal. Ja,
Dat zeg ik er wel bij. Maar niet voor jullie hoor. Nee. Ja, oh, ligt erop, dat is weer een ander verhaal. Het ligt eraan op wie je gaat stemmen. Als je op die Paulus de Boskabouter gaat stemmen en die Pieter Omtzigt, ja, dan gaat alles fout. Ja, want dan krijg je weer 4 van die slechte jaren. Ja, en als je dat wilt, ik weet het niet. Nee. Maar in ieder geval, stem op de goede partij. En dat is die alles terug wil. Ja. Dat is gewoon fvd.nl. Dus, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag. Het is nog prachtig, mooi weer. Dus ja, dat doet mij toch ook wel weer een klein beetje goed. Klein beetje goede stemming. En ik ga naar het toilet. Mijn meisjes uitlaten. Dus ik zou zeggen, hou gewoon wat pret en doe je best en geniet een klein beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Oh, lieve, legt ze daar. Ja, maar we hebben nog een lievertje, hoor. We hebben nog een lievertje, hè, die ligt. Daar. Hé? Ja. Nou, Willy is ook net weer een kwartiertje ongeveer de deur uit. En ik ga me klaarmaken om boodschappen te doen, want dat moet wel gedaan worden. Ja. Dus, ja, en eerst natuurlijk verder de stad in, want ik moet eerst, eerst natuurlijk wel weer wat in mijn beurs hebben, want anders kan ik geen boodschappen doen. Dus dat is pennen. Ja, en dan gaan we lekker even boodschappen doen. En, ik laat jullie lekker thuis. Althans, mijn mobiel gaat mee. Zie ik al wel wat leuks. Wat wel niet zal. Maar dan kan ik dat nog filmen. Maar ik ga niet in de winkel filmen. Ik zelf ook geef het voor. Geen energie voor. Omdat ik met mijn hoofd bij elders ben. En dat komt allemaal wel goed. Hopelijk. En ja. Hoe heet het? Ik... moet ook nog eventjes verder eventjes zoeken naar dingetjes. Ja, Big Bazaar is er niet meer. En ik moet eigenlijk ook van de week, als het dit weer is, of dit weer blijft, weer naar de Action Toe. Ja. Want ik moet ook nog weer nieuwe stofzuigerzakken hebben van Miele, het merk Miele. Ik weet niet of dat hier in de binnenstad te koop is. Ja, misschien de Vomar. Ik weet het niet. Daar kan ik ook even kijken. En dan moet ik toch naartoe naar de Vomar. Ja, dus nou ja, we gaan dat gewoon even beleven. Even kijken en even doen. En we zullen het wel beleven. En jullie zien mij straks gewoon wel weer thuis retour. Of ja, net wat ik zeg, als ik... al iets zie, misschien een Sinterklaas in een soort piet, dan film ik daarmee. Dat zien jullie me ook, tenminste, dan film ik dat. Dan horen jullie me, maar niet, je ziet me. Nee. Dus ik zeg, lieve vrienden, wat kijk lekker lullen niet uit mijn nek. Maar ja, gaat goed met mij. Maar in ieder geval, oh ja, en Mirjam, ik heb geen vragen meer, zover ik weet. Ik ga even kijken voor je. Vragen. Oh ja, ja, ik heb nog wel een vraag, maar daar kan ik nou nog steeds niet antwoord op geven, omdat ik met hele andere dingen bezig ben. Wat mij moeilijk maakt om op die vraag van jou antwoord te geven, want ik heb het heel erg, momenteel heel erg zwaar. Ja. Ja, ik zal proberen in ieder geval jou een wat anders te sturen. Wat niet per e-mail hoeft, maar per post. Dus dat zal met een week of weet ik veel wat dan bij je wezen. Maar ja, dat gaan we gewoon proberen. Ja. Aha, oké, ja. Het is allemaal buitenlandse taal wat je daarop geschreven hebt. Ja, maar dat betekent straat, zeg je erbij. Nou ja, nummertje 11. Nou ja, we zitten ook in de 11e maand, hè? Ja, ook dat nog. Maar in ieder geval, lieve Theresia. Jeetje.
Ja, ja, gaat goed met mij. Mirjam, ja, Theresia is ook een schat. Ja, daar hou ik ook veel van. En die ken ik al gelukkig oog to oog, face to face. Die is al bij me geweest. Jij nog niet, Mirjam. Nee, helaas, nog niet. Wie weet wat dit vat zit, verzuurt niet. Je weet me nooit. Toch? Juist. Maar in ieder geval, er is nog één vraag en daar kan ik geen vraag, daar kan ik geen antwoord op geven. Want dan moet ik echt aan het werk en dat kan ik nou niet. Want ik ben met andere dingen aan het werk, wat voor mij belangrijker is dan wie dan ook of wat dan ook. Ik hoop dat je dat begrijpt en je zal het nog wel krijgen te horen, maar niet nu. Nee. Daar ben ik nog niet aan toe. Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, lieve Mirjam, geniet verder van deze dag. Ik ga mijn boodschappen doen en ik zou zeggen, tot later. Daar zijn we weer. Ja, ja, daar zijn we weer. Ik heb de tas met boodschappen lekker bij me. Er zit van alles wat in. Ook een doos en nog een doos. Maar die doos laat ik jullie straks niet zien. Want dat wordt ingepakt en dus komt onder de boom als kerstcadeautje voor onze enig echte Jan van Dam. Ja, ja. Daar ga ik er zo voor over. Ja, of ik wat van hem krijg, dat boeit me niet. Maar hij krijgt een cadeautje van deze kerstvrouw onder de kerstboom. Ja, wanneer die ook komt, hij krijgt het gewoon. Ja. Dus, komt helemaal goed. Is helemaal leuk. Hij krijgt wel de melding ervan van, hey, ik heb een cadeautje voor je gekocht en het komt onder de kerstboom te leggen. Ja, dus dan weet hij dat zo worst. En wanneer die komt, ja, dat zal mij een zorg wezen. Wat is dat nou weer? Een vlekje. Godverdikkie. Was er niet in, hè? Maar ja, in ieder geval, we gaan het wel even uitpakken. En natuurlijk heb ik weer aan mezelf gedacht. Lekker weer een mokka gebakje. En ik ga gelijk even proberen om er eentje uit te krijgen. Want het is natuurlijk allemaal zacht, zacht, zacht. Even een schoteltje hebben. Au. Mijn rug. Zo, au, dat is mijn knie, jeetje. Allemaal kraken en knakken. Even kijken. Zo. Ik snij een doosje door, dus ja, wordt niet echt vuil. Ja, hier gaat even zo'n foutje erin. En dat komt even naar buiten. Even, hup. Ja, hij wil er in één keer uit. Normaal is het wat zacht, maar nou niet. Dus daar ben ik wel wat even blij mee. Gaat deze de koelkast in? Kijk er even uit, kind. Mama meid. Ja, ik ben een mama meid. Ja, echt. Dan moet ik kijken of er een vorkje voor mij is. Ik heb altijd mijn eigen vorkje. Een heel leuk vorkje met zo'n puntje. Dus ja, dat dus. Stuk daar neer. Dan gaan we weer terug naar de andere kant. Nou ja, knabbeltjes natuurlijk, want die waren op. Kan ik gelijk ook hier neerleggen. De bakjes staan niet goed. Zo. Ik kan er net door. Voor zometeen. Heb ik maar weer even wat meegenomen. Een hutspotje. Heb ik ook met een ruddelapje. Dus ja, heel lekker. Hé, hey, weg. Die is nog koken. En een lekkere worst. Gelijk maar opruimen. Leg hem even daar neer. Doe maar even. Wat ook nodig was, waren weer stofzuigerzakken, maar
Ik ga dat proberen om uit die doos weg te halen en het in de zak te doen, want ik heb een zak ook van hetzelfde merk. En dat kan er beter in de la dan zo'n doos. Nou, die krijgen jullie niet te zien. Ja, de achterkant, ja. Dat is voor, en de prijs gaat eraf en het wordt ingepakt. Dat komt uit de schuur vandaan voor Gandalf. Een bakje met eten. En ja, in de aanbieding. En ze branden, waar stond dat? 3,5 uur. Dus bijna 4 uur brandtijd. Dus ja, dat vind ik netjes. En dat 2 maal en dan 2,99. En hoeveel zit er erin? Weet ik niet eens. 50. Dus ik heb nou hier 100 kaarsjes samen. Voor 3 euro, voor 6 euro. Dus dat vind ik niet gek. Nee. Maar dat is in de aanbieding. Nou, 2 kaars. Gelijk maar in de la. In de la. Hoppata. Mayo er even uit. En wat had ik hier nog? Snijworst. Dan ga de kaars er even in op. En wat hebben we dan nog meer? Gebraden gehakt. Heb ik. Ik heb niet veel meegenomen. Want dat was te vol. Door het andere wat erin zit. Salami. Boterhammenworst. Wat nog meer? Even voelen. Nee. Nou, en dan de oude snijworst. Nou, dan kun je de mayo er weer in. Huppata. Voilà, dan kan ik die worst er. Oh ja, we moeten al andersom hebben, hè. Grapjes. Die worst kan erin. Voilà. Zo. En dan heb ik 4 maal. Van deze zakken met broodjes, dus 2 hoog en 2 naast elkaar, dus ja, dat is, ik kan niet eens in tellen, 6 is 12 voor 99 cent, dus ik heb voor 4 euro, kijk, 4 zakken, nou 12 en 12 is 24. Plus 24 is 48 broodjes voor 4 euro. Nou, wie doet je wat? Dat is toch goedkoop of niet dan? Ja, vind ik van wel. Dus ja, dat gaat verdeeld worden. Want ja, als ik brood uit de vriezer haal, dan heb ik gewoon 6 broodjes. Dus dat moet ik allemaal verdelen. Dus dat blijft er nog lekker even in. En dat moet ik allemaal straks nog verdelen. Ja, ik ga nou eerst lekker een bakje koffie doen. En de kaarsen even ergens in doen, de vaccinelichtjes. En mijn gebakje opeten. De meisjes uitlaten. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ik heb wel de voorbeginselen gemaakt. Wat ik tegenwoordig nou eventjes doe, die plaatjes maken. Hekel klaar. Dus ja, dat dus. Dus ik zeg, lieve vrienden, het is net 6 uur. Smakelijk eten, bon appétit en geniet van je avond. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, het is alweer reeds 2:28 in de nacht, van maandag op dinsdag. Ik ben blij dat ik de meisjes al uit heb gelaten, dus dat hoeft niet meer. Maar we gaan wel snel naar bedje toe. Dus wij komen jullie welterusten te wensen. Sky ligt al, die is naar bed gegaan terwijl ik met een meisje uit was, dus ja, die ligt al op zijn bed. Dus, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard ook weer gezond uit je bed zien te komen. Ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne nacht. En dat jullie ook kunnen slapen. En ja, we weten het ook allemaal, God die houdt over ons allemaal de wacht.
Daarom zeg ik gewoon, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei.